Maakt u het? Ik maak het goed. Ik hou heel erg van de zomer. En als het weer beter wordt en we geen jassen meer moeten aandoen om buiten te gaan en je zo binnen en buiten kunt lopen, dat geeft mij in ieder geval een geweldige ontspanning. Een aangename warmte doet veel aan mijn gemoed. Waarom maakt u het? Ik voel mij op een podium als een vis in het water. Ja, het podium is natuurlijk niet het leven. Want een podium is een beschermd universum waar alles kan eigenlijk. En Ivo van Hoven, de regisseur, waar ik een paar keer mee gewerkt heb en nu wereldvermaard is, heeft dat eens gezegd: op het podium of op het toneel kan ik moorden, kan ik verkrachten, kan ik liegen, bedriegen, kan ik vreemd gaan, kan ik alles, alle uithoeken van de ziel of van de mens, kan ik beschermd beleven. En zo is het eigenlijk. Wij kunnen ons uitleven in personages en in karakters dat we zelf gelukkig nooit zullen doen. Wat maakt u? Ja, ik zit natuurlijk ook gevangen in mezelf. Ik zit gevangen in mijn beperktheden. En ik bots tegen mijn grenzen, tegen mijn beperktheden. Ik zou minder bang willen zijn. Ik ben eigenlijk vrij bang. Ik ben van veel dingen bang. Ik ben van mensen ook bang. Hoe komt dat? Ja, ik heb er allemaal veel over na. Ja, dat is iets dat heel diep van binnen. En ik ben er nog niet echt in geslaagd en ik zal misschien ook om dat echt te veranderen of zo. En ja, dat is dus mijn naam. Nu hebben wel veel acteurs dat, hè. Hoezo? Ten eerste zijn heel veel acteurs heel verlegen eigenlijk. En is die show wat, en ik verwijs vooral naar mijn eigen hoor, is dat een camouflage? En wij hebben allemaal, hoe gek het ook is, podiumvrees. Ja. Tegen een première van een stuk zijn de zenuwen echt zeer hoog gespannen en is iedereen bang, echt bang. En onzeker van, zal het wel goed zijn? En wij tonen dat aan mensen. Wij denken dus dat het de moeite is om het te tonen. Dat is al een drempel over, of daar moet al een beetje lef voor hebben van, zie eens naar ons. Ja, en dat kan afgestraft worden, of dat kan geapprecieerd worden, of dat kan bejubeld worden, in het beste geval. Maar je weet het eigenlijk nooit.